Ben jij van plan om zaken te gaan doen in Duitsland? Dan is het hebben van de juiste juridische kennis van groot belang. Je kan bij Deutsch-Niederländische Rechtspraxis terecht voor verschillende juridische problemen. Als een Nederlander naar Duitsland wil om daar te gaan ondernemen en onbekend is met wat hem allemaal eventueel te wachten zou kunnen staan, dan is mijn tip, neem contact op eerst met de Kamer van Koophandel, de Nederlands-Duitse. Zorg dat je iemand bereikt die verstand heeft van de gang van zaken links en rechts van de grens. En zorg ervoor dat je de taal leert en leert beheersen. Zorg ervoor dat je als hangend schild de brief melodie heeft. Zorg ervoor dat dat allemaal in orde is. En dan heb je mogelijk een eerste stap gedaan. Tweede stap, zorg dat je iemand vindt die je kan begeleiden. Besef dat Duitsland ontzettend groot is en dat je altijd een contactpersoon moet hebben hier in Nederland zelf, die de nodige contacten heeft met de Duitsers. Als juridisch adviseur is het ontzettend belangrijk als je weet hoe de wet en de regelgeving hier in Nederland eruit ziet. Als je weet hoe de wet en regelgeving in Duitsland eruit ziet. Als je dat weet, of denkt te weten, dan kun je mensen veel beter meteen of anhiep, als ze telefoneren, helpen. Ben je niet afhankelijk van adviseurs in Duitsland die niet deze grensoverschrijdende know-how hebben. En daar gaat het uiteindelijk om.